ongeveer in 1970 geweest en in die tijd. Toen ben ik een poosje in Parijs geweest en toen was er een tentoonstelling van tekeningen van Ingres in het Musée Bourdelle. En daar ben ik eerst eens naartoe gegaan en was dermate onder de indruk. Toen heb ik gevraagd om of ik daar tekenen mocht in dat museum. En dat vond men goed. En je had dan wel eens af en toe een beetje bekijksters zonder ze achter je te kijken, maar ik heb daar een stoeltje geleend. En ik ben telkens voor die tekeningen gaan zitten en ik heb op gewone velletjes papier, dat kan je hier wel zien, dat zijn hele dood geworden papiertjes uit een schetsboek voor me, daar heb ik dus deze tekeningen naar de originele gemaakt, wat natuurlijk niet zo makkelijk is, want een tekening van Michelangelo, die krijg je nou niet gauw direct te zien of krijg je niet in handen. Maar deze tekeningen, die had ik dus voor me en ik heb deze tekeningen daar gemaakt. En in mijn hotelkamer ben ik daar dikwijls op doorgegaan en verder bekeken. En heel interessant is bijvoorbeeld hier deze tekening waarin je ziet hoe Ingres niet tevreden was met de manier waarop hij zijn arm, op die arm er was, zoals die stond met die drie verschillende dingen. Dat heb ik dus altijd heel goed bekeken en ook de anatomie die hierin zit. Kijk eens hoe mooi of zo'n handje is. Ja, dat heb ik dus niet getekend. Ik heb het wel nagetekend hoor, maar kijk maar eens even hoe prachtig of dat, hoe mooi zo'n elleboog erin zit. En hoe schitterend of deze verdeling is hier, die driehoek tussen de twee schoudertoppen naar de navel. En hier deze, kijk die boog van het bekken. En je ziet dat hier het bekken schuin staat, want dit is het standbeen, dit is het speelbeen. Als dan het bekken zo schuin staat, dan staan de schouders weer even zo. Hier zie je duidelijk de sleutelbeenderen. Kijk, dat is dus een tekening kopiëren op een manier dat je het begrijpt. Ik moet dingen voor me zien en als ik ze dingen dan voor me zie, dan begin ik ze te begrijpen. En het is natuurlijk heel typisch wanneer je goed gaat tekenen en je kijkt dan in de kunsthistorie terug, dan kom je vanzelf terecht bij mensen die ook goed tekenden. En daar zitten natuurlijk allerlei gradaties in. Ik wil me vooral niet vergelijken bij de grote tekenaars als Pontormo of dergelijke. Of Caravaggio of die tekenaars of de grote Chinese tekenaars. Maar je komt toch, als je in de historie terugkijkt en je vat het tekenen op als het begrijpen van de vorm, dan kom je terug, of dan vind je in de kunsthistorie dingen die frappant hetzelfde zijn. Het is dus dan net alsof je, nou ja, ik kan het bijna niet anders zeggen, alsof je een oude vriend, iemand die dezelfde gedachten heeft, tegenkomt. En een van de merkwaardige dingen is ook dat als je nou bijvoorbeeld ziet een dergelijkste leven uit 15 zoveel of uit 16 zoveel en je denkt dat ik in dat tijd toen ik nog met donkere achtergronden schilderde, dat ik toen eens een bloemste leven gemaakt heb in 1942, terwijl dat toch geen kwestie van is dat ik dit schilderij kende of wat dan ook. Die dingen die vind ik eigenlijk ook een bewijs voor je, ja, ik zou bijna zeggen voor je bestaansrecht. Het is een onderdeel van de beeldende kunst die door alle eeuwen heen een van de belangrijkste dingen geweest is, een van de belangrijkste bronnen van inspiratie. En om nu te zeggen dat je in enkele decennia, na 1950 tot nu toe, ineens in een paar tiental jaren, die duizenden jaren dat de mensen door de natuur geïnspireerd zijn, dat je die ineens overboord gooit en zegt, ja, dat is allemaal niks waard. En we zijn alleen het enige wat waard is, wat uit onszelf komt en vooral niet van wat buitenaf komt. Dat is voor mij een onbegrijpelijk iets.